Yo mensen, Pink hier, aka Binkers Gamer. En welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we Roblox Beeswarm spelen. Zoals jullie zien ben ik al in de game en de vorige video is gisteren gemaakt. Vandaag gaan we eraan verder. En ik ga meteen even mijn backpack leegmaken. Ik zou graag willen dat jullie deze video liken en abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik heel vet vinden. En als jullie geabonneerd zijn, laat dan natuurlijk even dat belletje rinkelen. En dan wil ik graag gaan beginnen. Oké. Nou, ik ben dus weer dit mannetje met mijn bij. Mijn bij met zijn coole zonnebril. En wij gaan vandaag lekker honing en pollen verzamelen. Zo, even springen. Bam. Dat gaat met deze vork. Ik noem het gewoon even een vork. Trouwens. Ik kan het net niet zien. Oh, ladybug. Goed. Wat... Even het geluid wat zachter zetten, hoor, boys. Boys! Oké. Dan gaan we nu dit parcoursje doen. Ik bedoel, het is wel, het is wel fijn. Ik weet niet eens of dat wel goed is, maar maakt niet uit. Hey, Ladybug, wat doe jij hier nou weer? We hadden je net toch alweer uitgeschakeld. Hij zou in de... eens in de 4,5 minuut moeten komen. Wat was dat? Een bij was de 4. Oké, laat maar. Nou, wij zijn dus dit mannetje hier. Kijk, even zijn voorkant laten zien. Zo. En wij gaan pollen verzamelen. En wat wij uiteindelijk met die pollen kunnen doen, is... Hey, mijn bij is level up. Wat we uiteindelijk met die pollen kunnen... Kun je die het zien? Ja, volgens mij wel. Pollen kunnen zien, kan krijgen, is je kan er honing van krijgen. En met die honing kun je open shop deze backpacks kopen. En niet alleen backpacks... Ook nieuwe vorken. Ja, en ze worden echt vreselijk duur. Oh, en blijkbaar... Wacht, wat zag ik nou? Oh, kleding. Oh, die zijn echt duur. Deze is gratis, maar die heb ik al. Dus, nou, wij gaan pollen verzamelen. En in de tussentijd ga ik jullie een vraag stellen. De vraag is... Als jullie oneindig Robux zouden hebben... Nou, niet oneindig, maar als jullie genoeg Robux zouden hebben om van alles, om één ding gratis te kunnen krijgen. Wat zouden jullie dan nemen? Zouden jullie dan een superbij nemen? Zouden jullie dan je Roblox karakter aanpassen? Zouden jullie games kopen? Zouden jullie in-game spullen gaan kopen? Wat zouden jullie dan gaan doen? Ik heb geen idee. Laat het weten via een of andere manier. Volg me ook even op Instagram. Ik heet daar Binkers Gamer. Net als hier. Hey, wat is dat? Maakt niet uit. Wat het ook is, het is super cool. Is het hier iets? Hey, het is een effect. Festival Blessing. Ik ga graven. Zou het kunnen dat dit allemaal zometeen weg is? Laten we gaan kijken. Hij is al best diep, hè, jongens? Gaat het lukken? Gaat het gewoon... Is alles nou gewoon weg? Ah, jammer. Mijn backpack is vol. Als hij nou niet vol was... Ik denk, jongens... Ik denk... Als ik dit heb gemaakt... Als ik even wat honing heb gemaakt... Dat ik dan een nieuwe bij kan gaan kopen. Toppie! Is me een beetje... Yay! Heb ik geschreven. Wow, dat was echt helemaal fout.
Maakt niet uit. Ik heb het helemaal verkeerd geschreven, maar het boeit niks. Oké. Okay. Open shop. Basic egg. 1000 honing. Kopen. En de volgende kost dan meteen 2500. Maar ik heb een nieuwe bij gekocht. En het is leuk. Bij. Ja. Ja. Yay, een basic bee. Ik ga jou een pineapple geven. Even op. Wee! Yay! Ja, ja, een groot been. Level up! Yay! Strawberry! Strawberry! Level up! Ik ga ze gewoon de hele tijd level uppen. Level uppen? Level up maken. Zo. Ik heb er één. Mijn Bomber Bee heb ik heel veel levels gemaakt. En even kijken. Heb ik nog quests? No, I have no quests. I will get quests. Dus ik ga kijken naar plekken met een beer. Beertje. Beertjes. Wat is dat? Wat is dit hier? Is dit speciaal? Ik ga het nemen. Oh, het lijkt me wel aardig speciaal, ja. Mijn bijen! Bescherm mijn bijtjes! Goed zo, bijtjes! Ik heb er wel twee, yay! Waarom een... Ja, het is speciaal. Dat is jammer. Het is jammer, mensen. Ik wil... Kijken of ik nog een missie ergens kan vinden. Kan je trouwens een missie twee keer doen? Even kijken hoor. Ja, kan dat? Kan ik twee keer dezelfde missie doen? Ja, wat is... Maakt niet uit. Wat is de quest? Dandelion Field? Wat is de Dandelion Field? Wat is een Dandelion überhaupt? Is dit het Dandelion Field? Nee. Misschien ook wel. Maar mijn backpack zit vol. Nou, dat maakt helemaal niks uit. Dan gaan we hem gewoon even legen om er honing van te maken. Mensen, ik zal vandaag heel veel video's gaan maken. Ik ga een uur bezig zijn met video's maken. Ik denk dat ik er zo'n 6 kan maken. Ja, dan, ja. Ja. Nou. En, was die nou gewoon aan het... Ja, dit is hem. Dit is het Dandelion Field. Ik moet er 250 verzamelen. Nou, dat gaat helaas niet lukken. Aangezien ik er maar 200 in mijn backpack kan doen. Het gaat wel lukken, bedoel ik maar. Maar dan moet ik eerst nog een keer dit wegbrengen. En dan. Zo. Honing maken. Boom. Het leek wel alsof dat kanon ging schieten. Hopelijk niet op mij. Hopelijk niet op mij, nee. Maar nog één. Eén keer en dan ben ik klaar. 3, 2, 1. Oh, mijn bij even. Mijn bij. Maakt niet uit. Ga mijn backpack legen. En dan denk ik dat het klaar, dat het genoeg is voor deze video. Denk nog eens na over de vraag die ik jullie stelde. Like deze video. Abonneer op mijn YouTube-kanaal, dat kan daaronder. Laat het belletje rinkelen en dan zeg ik adios. Adios.